PSV is sinds dit weekend de trotse koploper van de Eredivisie. Maandagmiddag trainde de ploeg van Fred Rutte in de sneeuw op de hergang. Is dit de ploeg die kampioen gaat worden hier achter ons? Ja, je zou zeggen van wel, hè. Nou, na vrijdag eindelijk de koppositie gepakt voor het eerst dit seizoen. Ik denk ook wel terecht, hè. Na twee goede uitoverwinningen afgelopen voor de winterstop. En nu moet PSV het gaan waarmaken natuurlijk. Merk je daar iets van, dat is hier op de hert gaan? Van de sfeer dat we staan nu bovenaan, het gaat goed komen? Nee, nog niet echt. Maar dat is ook wel logisch, omdat gewoon de competitie is iets verder dan halverwege. Ja, er is gewoon nog weinig over te zeggen. Het spel vrijdag bood ook niet zo heel veel aanknopingspunten, moet je eerlijk zijn. Het was, vrijdag had het ook zomaar in één keer 2-2 kunnen worden. En dan denk ik dat er hier een hele andere stemming was geweest. Al is wel gezegd natuurlijk dat de individuele klasse van PSV vaak de doorslag geeft. En dat was nu ook zo? Dat was nu ook zo, hè? Want Mertens en Labiat braken eigenlijk die wedstrijd open. Of ja, Labiat dan, hè? En die 2-0 van Mertens is natuurlijk ook gewoon pure individuele actie. Ja, en als je dat soort spelers in huis hebt, is het natuurlijk wel makkelijk. Wat staat er voor PSV de komende week op het programma? Ik krijg eerst donderdag de thuiswedstrijd tegen NEC, dus voor de beker. Nou goed, dat mag normaal gesproken geen probleem zijn, hoewel NEC wel in een goede fase zit met drie overwinningen op rij. Maar ik denk dat PSV zich ook eens een keer op die bekercompetitie moet richten. Het is geen prijs die heel veel geld opbrengt. Sterker nog, het brengt een paar ton misschien op. Dat is leuk meegenomen, maar het is wel een prijs die ook weer prestige oplevert. En het bekertoernooi, ja, daar zijn Feyenoord en Ajax nu uit. Nou, met een thuiswedstrijd tegen NEC zou je normaal gesproken een halve finale moeten komen. En alleen AZ zit nog in die competitie. Dus op zich, die beker, dat is denk ik toch leuk om die dit jaar eens een keer mee te pakken.